Bij Ziekenhuis Gelderse Vallei staat goede zorg voorop. Met gezondheidswinst voor de patiënt. Voeding en bewegen zijn daarbij belangrijke bouwstenen. Gedreven door kennis, gericht op gezondheid. Coloscopie in het scopiecentrum van Ziekenhuis Gelderse Vallei. In het scopiecentrum kunt u terecht voor verschillende inwendige kijkonderzoeken. Deze onderzoeken worden gedaan met behulp van een flexibele slang met een camera en een lampje. Op een beeldscherm kan de endoscopist dan zien of er afwijkingen zijn. Een kijkonderzoek heeft als voordeel dat er meteen kleine behandelingen kunnen worden uitgevoerd, zoals het verwijderen van polypen, het stelpen van een bloeding of het wegnemen van stukjes weefsel voor microscopisch onderzoek. U krijgt een coloscopie. De endoscopist bekijkt tijdens dit onderzoek de binnenkant van de dikke darm. Voorbereiding op het onderzoek. Voorafgaand aan de coloscopie heeft u een voorbereidend gesprek. Als u medicijnen gebruikt, is het belangrijk dat u dit doorgeeft. U kunt ervoor kiezen of u een roesje wilt. Hierdoor zult u zich meer ontspannen en maakt u het onderzoek minder bewust mee. Tijdens de intake zal dit met u worden besproken. Na het gesprek krijgt u een recept voor laxeermiddelen en een folder mee. In de folder staat duidelijk beschreven hoe u zich kunt voorbereiden. Houdt u er rekening mee dat u 2 dagen bezig bent met het laxeren van uw darmen. De dag van het onderzoek. Als u voor een roesje heeft gekozen, krijgt u via een infuusnaald in de arm een slaapmiddel en een pijnstillend middel toegediend. Tijdens het onderzoek ligt u op uw linkerzij. De endoscopist brengt de coloscoop in via de anus tot aan het beginpunt van de dikke darm en trekt deze dan langzaam terug. Bij het terugtrekken wordt de binnenkant van de darm nauwkeurig bekeken. Om de darmwand beter te kunnen zien, wordt er tijdens het onderzoek lucht in de darm geblazen. Dit kan een opgeblazen en krampend gevoel geven. Het kijkonderzoek duurt ongeveer 15 tot 30 minuten. Als de endoscopist ingrepen uitvoert, kan het iets meer tijd in beslag nemen. Na het onderzoek. Direct na de coloscopie hoort u of er afwijkingen zijn gevonden. Als er weefsel is weggenomen voor microscopisch onderzoek, krijgt u de uitslag van uw huisarts of van de endoscopist. Als u een roesje heeft gehad, gaat u naar de uitslaapkamer tot u voldoende wakker bent. Meestal is dit ongeveer tot 1 uur na het onderzoek. Let op, u mag de rest van de dag niet actief deelnemen aan het verkeer. Het is dus belangrijk dat u vervoer regelt van en naar het ziekenhuis. Heeft u voor of na het onderzoek vragen? Neem dan contact op met het scopiecentrum zgv.nl/scopiecentrum.